Overal hoor je vandaag AI, maar wat als we dat nu op videobewaking aflaten? Dus als je nu eigenlijk naar videobewaking kijkt en er gebeurt iets, dan zijn er heel veel beelden om door te kijken. En met AI zorg je er eigenlijk voor dat je veel specifieker ergens kan zien en dat er eigenlijk ook de juiste beelden worden getoond op het juiste moment. Synology heeft met de DSA 1622, dat is eigenlijk een 2-bay NAS, maar een iets specialer modelletje met HDMI aan de achterkant, waar je een externe monitor kan aanhangen voor videobewaking. En daar zit eigenlijk een extra processor in die ervoor zorgt dat er AI-toepassingen kunnen worden gedaan. Dus we hebben die Synology uitgetest om te zien of dat de meerwaarde er is ten opzichte van traditionele plug-and-play camera's die je overal kan zien. Die soms een gezamenlijk portaal hebben. Synology had er wel iets verder in. En op zo'n kleine unit zoals dit kan je als je wil 16 camera's aansluiten. Het is ook binnen de surveillance station dat je de AI-magie kan terugvinden onder de noemer Deep Video Analytics. De AI kan je op verschillende manieren gebruiken. Dat kan in verschillende scenario's. Denk bijvoorbeeld aan een deur die je in de oog wil houden of een specifieke persoon die je ergens een melding van wil krijgen. Er zijn heel wat parameters die je in de AI kan instellen. En die zorgt er ook voor dat de detecties ook wel beteren doorheen de maanden en dat er veel minder vals positieven tussen zitten. Er zitten sowieso twee schijven in deze Synology. Dat betekent dat als er iets gebeurt met één schijf, dat de andere redundant kan ingesteld worden. Nu, als je echt zeker wil zijn, er is ook de C2 Surveillance Station. En daar kan je op die manier handig alle data in de cloud zetten. De eerste keer dat je in de Synology interface inlogt, dan herken je automatisch de DSM interface. Maar het is pas wanneer je verder klikt op Surveillance Station, dat er zich een volledige nieuwe wereld opent. Waar je op een heel intuïtieve manier kan kijken waar je video's staan, welke camera's er zijn, welke opnames er gemaakt zijn.